Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Stefan de Winter. Ik ben uh, opgegroeid in Aalst. Nadien naar Gent verhuisd, ik ben onderwijzer van opleiding. Nadien heb ik conservatorium gestudeerd, klassieke zang. Ik maak kunst en cultuur over heel Vlaanderen en Europa. Ik kom op voor cultuur, voor onderwijs en voor vrolijkheid. En vooral voor alle mensen die willen vertrouwen geven aan een jonge mens die het voor de eerste keer doet. De vijfde plaats van de VLD in Oost-Vlaanderen. Super tof toch. Waarom stapt u in de politieke strijd? De politieke strijd. Ik vind dat al een zeer ambitant woord dat het zo over strijd gaat. Ik vind dat is het probleem ook. Vandaar dat je ze ook vaak ziet vechten, like, like kleine kinderen op een speelplaats. Je hebt de keuze, denk ik, als burger om oftewel u te gaan ergeren aan politiek, oftewel moet je meedoen. Er zijn maar twee keuzes. En de wereld loopt vol met. Gasten die zich de hele tijd aan het ergeren zijn en die daar de hele tijd over aan het zagen zijn. En dan denk ik bij mezelf, nee, je mag dat doen, maar dan moet je het wel eerst geprobeerd hebben. Dus ik wil dat gewoon doen als een soort engagement. Dat is uw recht om dat te doen. Uh, dat is uw plicht bijna om dat te doen. Als je vindt van, ik denk dat ik iets kan veranderen of dat ik een mening heb die er kan toe doen, dan moet je je engageren. En ik ben nu 36 jaar, ik vond het een moment om me te engageren. Ja. Welke quote heeft u gekozen? Op mijn affiche staat bedankt op voorhand. Ik vind dat bijzonder belangrijk, eh, omdat je, als je opkomt, dan rekende op burgers moet je die ook bedanken. En, eh, en als je verkozen bent, dan, dan, dan ook moet je dankbaar zijn voor het volk dat in u gelooft. Het gaat een voortdurende dankbaarheid uit. Je moet niet denken dat je dan boven het volk begint te staan. Nee, je bent nog altijd verkozen door het volk. Volksvertegenwoordiger. Je representeert iedereen die op u gestemd heeft. Maar je bent er ook voor de mensen die niet op u gestemd hebben, want dat is ook de bedoeling. En dus moet je de mensen op voorhand bedanken. Zo, ik vind het zo wat luizig om achteraf zo uh, in fluogeel op uw affiche te gaan zeggen. Uh, uh, zoveel keer bedankt. Nee, nee. Ook al bedankt om er aan te denken. En misschien niet voor mij gekozen, maar toch bedankt om het misschien te overwegen. Ook dat is al bijzonder belangrijk, denk ik. Ik denk dat dat mijn quote is die. Ja, die u in het leven gewoon goed helpt. Bedankt op voorhand. Dat is toch fijn. Je kunt iets gedaan krijgen van elkaar. Je kunt voor elkaar er zijn. Een goede samenleving opbouwen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, dat vind ik, dat vind ik een heel. Moeilijke, boeiende vraag, omdat er natuurlijk zoveel boeiende verschillende soorten politici zijn. Vladislav Havel, bijvoorbeeld, vind ik fantastisch. Ja, uiteindelijk ook een, ook een kunstenaar, ook een schrijver die dan, die dan uiteindelijk in de politiek er moet voor gaan. omdat hij eigenlijk door het volk op handen wordt gedragen om dat te doen. Heeft Tsjechië, ja, Tsjechoslowakije en dat in Tsjechië dan geleid. Wie ik ook een bijzonder boeiend figuur vind, dat is dan nu hedendaagse, is, is, is de, de eerste minister van Canada. Uh, Justin Trudeau, dat is, dat is voor mij is dat ook een voorbeeld. Jong figuur, uh, toonaangevend, heeft een fantastische regering samengesteld. Evenveel mannen als vrouwen. Uh, ook Six die erin zit, hij representeert eigenlijk heel zijn... Heel Canada wordt voorgesteld in zijn regering. Zijn beleid over, uh, over mensen en uh, vluchtelingen bij hem binnen te halen is schitterend. Hij creëert langs de andere kant als liberale man toch ook heel veel jobs bij creëren. Uh, maar staat ook enorm voor die vrijheid. Uh, een vrijheid die, die gaat over, over, uh, ja, over abortus bijvoorbeeld, Het was bij hem nog in Canada, dat zeer conservatief toch is. Heeft hij er toch kunnen doorduwen? En dan, of, of de verkoop van marihuana, ik weet dat mijn partij daar niet volledig uh, aan die lijn trekt, maar ik denk dat dat nou, binnen, binnen, binnen vijf jaar moet dat legaliseerd gelegaliseerd zijn. Hè. Dat zijn dingen die moeten gebeuren. Uh, ik vind, hij geeft daar een heel goed voorbeeld aan, hoe dat kan gaan, hoe dat onder controle wordt gehouden. Dat zijn de figuren die mij enorm boeien gewoon. Ook dat hij constant de mensen bij elkaar brengt. Uh, hij leeft ook in een. Hij is, ook, hij is ook de baas van een tweetalig land. Als dat tweet is dat altijd in het Engels en altijd in het Frans. Die gaat altijd mensen bij elkaar brengen. Ik zag nog uh, onlangs uh, dat, een, dat hij dan in de Ramadan echt op bezoek gaat bij de, bij de moslims en daar samen gaat mee ontbijt. En zo brengt we die mensen bij elkaar gaan nee. en gaan niet polariseren. Net als een goede herder de schapen bij elkaar krijgen, welke kleur dat de schapen ook hebben. En dat is wat ik, wel, wat ik fantastisch vind aan zo'n figuur. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses die gaan vooral uit van, uh, van een aantal punten. Ik wil eigenlijk ervoor gaan. Ik zeg tegen de mensen om het heel eenvoudig te houden. Cultuur. Onderwijs en vrolijkheid. Uh, ik ben onderwijzer van opleiding. Ik heb uh, meer dan tien jaar lesgegeven aan kinderen met een zwaar mentale beperking. Ik ben ook directeur geweest van zo'n school. Ik vind, dat, ik vind dat fantastisch. Die mensen zijn, worden aan de zijkant van de maatschappij wat weggeduwd. Uh, terwijl we die eigenlijk moeten mooi bij ons krijgen. Uh, ik vind onderwijs een van de belangrijkste punten die er zijn. Daar mag heel veel geld naartoe gaan. Uiteindelijk bouwt dat ook de samenleving op. Uh, ik zeg niet dat we ze moeten indoctrineren of echt zo in een bepaald gareel doen lopen, maar ik denk wel dat ons onderwijs, dat is onze grootste troef, onze talenkennis. Uh, wij Vlamingen kunnen over de wereld terecht omdat we verschillende talen spreken. We kunnen van de Fransen niet zeggen, we kunnen van de Engelsen niet zeggen of van de Amerikanen. Dat is onze kracht en onze kennis moeten we is onze vooruitgang. Daar moeten we zeker blijven ondersteunen. Dan ben ik nadien gaan studeren aan het conservatorium, heb ik klassieke zang gevolgd. Uh, en nadien ben ik binnen straattheater maken, dan ben ik het circusmilieu, straattheatermilieu, en dan heb ik een groep gestart die verdampte spielerij waarmee dat ik nu ben ik in hoofdzaak zelfstandig kunstenaar. En dat vind ik ook bijzonder belangrijk dat cultuur heel hoog in het vaandel wordt gedragen. En zeker als het dan gaat over creatie van cultuur. Hè. Er zijn we hebben een land waar dat waar dat cultuur al zodanig ingebakken zit. En vooral waar dat ook de toekomst is, denk ik. Weet je, onze cultuur, dat, dat, dat is wie dat wij zijn. Dat, moet je, dat is zodanig belangrijk. Al je grote bedrijven mogen naar China vertrekken of naar lage loonlanden vertrekken. Onze cultuur, dat kun je niet afpakken. Dat is wat dat wij hebben, waar dat ook mensen van over de wereld naartoe komen, maar ook wat dat je kunt exporteren over heel de hele wereld. Wat dat u maakt als Belg of als Vlaming of als Europeer, maar dat kan u ook als, als Gentenaar of als Aastenaar of als, 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 als mens van Kortrijk of Antwerpen, je kunt u gaan profileren. In Antwerpen de, 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 de vijf mannen van de textiel, met Dries van Noten als groot voorbeeld, of, of dan heb je de Magritte, dat dan van overal, het, cultuur is uw eigenheid, dan moet je goed. Zwanjeer echt. echt, echt verzorgen. Er moet ook naast de cultuurhuizen niet worden gesubsidieerd, moet er veel meer geld vrijgemaakt worden om, om jonge gasten de ruimte te geven om te creëren en, en, die, en ademruimte te geven. En we moeten denk ik vooral ook, de andere collega politici, moet je dan duidelijk maken dat elke euro die je in cultuur steekt, kun je tot achtvoudig terugkrijgen. He, dat is niet weggegooid geld. Dat is, dat is, door het feit dat iemand een voorstelling doet in die zaal, gaan de mensen daar in de restaurants daar rond gaan eten. Nadien gaan ze nog dat doen. Er worden cd's verkocht, er worden foto's gemaakt, schilderijen. Die worden verkocht, er is handel. Dat is, dat is ook een, een ganse economie. En er wordt vaak iets te betoeteld naar gekeken. We gaan cultuur ook iets geven. Dat is bijzonder triestig. Nee, ze moeten vooral ademruimte krijgen en veel meer zuurstof. En dat kan financieel, dat kan ruimtelijk. En dan denk ik dat dat mensen bij elkaar kan brengen. En dat is voor mij zeer belangrijk. En dan komt automatisch bij vrolijkheid. In een, in een maatschappij waar dat, waar dat nu, hè, ik spreek niet graag van maatschappij, maar eerder van een samenleving waar dat angst regeert. Hè, waar dat andere partijen proberen je angst aan te praten. Angst voor, ga het overstromen. Of angst, al de buitenlanders komen naar hier. Zeven. We leven in een goed land. Uh, we hebben het hier goed. En we moeten die goedheid ook kunnen delen. Dat is belangrijk. En we moeten vooral uitgaan van elkaar en hoe goed we het hebben. Mensen zien dat op een duur nummer. Hoe dat leven eigenlijk wel toch vrij vrolijk is. En dat, je, dat er schoonheid zit in heel veel kleine dingen. We moeten niet altijd afgunstig zijn. Die heeft een grotere tv, ik moet ook nog grotere hebben. Dat is allemaal niet nodig. Je kunt, je kunt veel, er zit veel schoonheid in het samenkomen. Mensen die bij elkaar komen. Ga, ga op restaurant, ga op café, praat met elkaar. Dat is, eh, dat is zeer belangrijk. Ik vind, ik vind dat, moet enorm eh, benadrukt worden ook. Minister van vrolijkheid, moest er iemand dat mogen zijn. Ik zou het, ik zou het onmiddellijk willen appliqueren, onmiddellijk. Het is noodzakelijk, want de enige manier om angst te gaan bevechten is met optimisme, met vrolijkheid. Ik ben heel blij dat onze partijvoorzitter dat ook zo benadrukt. Ik wil helemaal niet de politieker zijn die met mes tussen de tanden eh, in de arena gaan gaan staan. Nee, nee, dan ben ik nog liever André Hazes met een micro bij wijze van spreken. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat de politiek vooral efficiënter mag werken. Dat er heel veel gepraat wordt, want uiteindelijk, als je het bekijkt, er is geen een die in de politiek zit, of dat nu van Vlaams Belang is, of van PvdA en alles dat er zo tussen zit. Altijd dat links- en rechtsgedoe is al zeven aan zich. Uh, we moeten gewoon vooruit en we moeten gewoon gaan. en, uh, en goed, maar Gewoon doen, dan zeggen ze zeker. Maar, uh, ja, wat moet er anders? We moeten gewoon. Iedereen wil hetzelfde. Iedereen wil toch gewoon een betere wereld. We willen toch allemaal dat dat beter gaat. We hebben eigenlijk heel veel gemeenschappelijke dingen. En op het moment dat de, dat de pluim in het gat moet worden gestoken van de een of andere politiek, is dan ze eigenlijk te vechten, nee, het is mij gaat, het is mij gat. Zeven. Hé. Gewoon, we moeten samen vooruit, we moeten samen dingen gaan doen. Hè. We moeten... De politiekers moeten elkaar respecteren en beslissingen nemen. Durven, beslissen, denk ik dat dat ook belangrijk is en ik, ik zit vooral nog te wachten op politiekers die, die ook durven zeggen, we hebben dat beslist en uh, kijk dat heeft nu anders uitgepakt. Dat was mis, mijn excuses, we gaan dat anders doen, dat kan perfect, nee, ze, ze duwen iets door en dan pakt dat anders uit, want het zijn zoveel factoren die bij elke wet of bij elke verandering een rol spelen. Dan denk ik dat je een eerlijkheid moet hebben, je moet niet blijven strijden. Ja, maar ik had toch gelijk. Dat is zeven. Nee, we moeten, we moeten ook durven toegeven, ja, dat, ik, ik was mis. Eh, Want dat, dat is wat dat je ook, eh, je gezet volksvertegenwoordiger, de mensen die op je gestemd hebben, moet je eerlijk in de ogen durven kijken en zeggen, ik was mis, we gaan dat nu anders doen. Een oprechtheid van een politieker. Dat soort dingen vind ik. Dat ja, draag ik. vind ik belangrijk. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb mijn identiteitskaart mee. Ik heb dat altijd bij. Uh, omdat dat zegt wie dat ik ben, waar dat ik geboren ben. Uh, of waar dat ik, de naam die mijn ouders mij gegeven hebben. Ook de achternaam: hè, De Winter. Hè. Geen familie van Filip trouwens. Uh, maar uh, dat zegt. Welke nationaliteit dat ik heb, dat is ook je uithangbord. Dat is belangrijk. Er is voor gestreden geweest om, om een identiteit te hebben. En ik vind, ik vind dat een van de belangrijkste voorwerpen wat je kunt hebben. Uh, dat, is, dat, is, dat zegt dat ik Belg ben, dat zegt dat ik Europeaan ben. Maar ook als ik in de migreren zit, aan de andere kant van de wereld, dan, dan is deze identiteitskaart: dat open deur. En dan kun je, in, in, als je ergens zijt, gewoon naar de ambassade gaan en zeggen: Ik ben Belg. Dat is, dat is fantastisch dat je daarmee ergens staat. Je draagt dat de wereld uit. Ik ben Belg, dat kunnen we daarmee zeggen. Maar dat wil niet alleen, het is niet alleen als de politie je tegenhoudt dat je dat moet bij. maar Je moet dat, je moet dat echt meedragen. Uh, ik denk dat dat, dat covert ook alles wat dat we zijn. Dat, dat covert onze Belfort, onze kathedralen, onze, onze Begijnhoven, Dat, dat covert onze kunstenaars. We zitten niet trouwens in de Valerius de Sade leer, de schilder. Aalsterse Roots trouwens, net als ik. Uh, die die trouwens ook gevlucht is, denk ik. Ja, tijdens de eerste Wereldoorlog gevlucht naar Engeland. Dat is fantastisch, vluchtelingen ook. Zijn identiteit was belangrijk om dan te kunnen gaan. Ook, zet u daar even na te denken van de mensen die zonder papieren moeten vluchten uit oorlogsgebieden. Wat is dat daar nog waard? Die hebben geen identiteitskaart meer, Een land is om zeep. Die hebben dat niet, dat vertrouwen, dat vangnet. Die komen dan naar hier, Hoe moet die? Dat is onze taak, we moeten die helpen. We moeten die weer een identiteit kunnen geven. Ik zeg niet dat je identiteitskaarten moet uitdelen, maar je moet wel mensen zijn. iemand. En je moet heel dankbaar zijn dat we, wij kunnen zeggen: Ik heb een Belgisch paspoort. Dat is veel waard. Dat is een van de belangrijkste voorwerpen die je in je bezit kunt hebben. Het is niet voor niets een van de zwaarste straffen ook. Hè. Als je iets uitgestoken hebt, dan nemen ze gewoon je identiteit af, hè. al je burgerrechten af. Hè. Dat is een grote straf. Dus je moet maar andere mensen denken er niet over na. Wat dat, dat is om burgerrechten te hebben. En dat hangt allemaal vast aan die kaart. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we kunnen hebben.